Welkom bij Jongerencentrum Busy. Vanavond wordt voor de vierde keer de finale van het pannavoetbaltoernooi gehouden. We hebben twee voorrondes gespeeld en daarvan mochten de beste drie naar de finale vanavond. Tijdens iedere voorronde mochten er drie categorieën meespelen. Dat zijn de jongens en meiden van groep 5-6, jongens en meiden van groep 7-8 en jongens en meiden van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. We hadden naast de voorronde konden ze een circuit meedoen. En dan moesten ze de snelste tijd afleggen. En daar stonden ze wel voor in de rij, want ze wilden natuurlijk een mooie prijs daarmee in de wacht slepen. We zullen zien wat het vanavond gaat worden. We staan hele goede in de finale, dus ik denk dat het heel spannend zal gaan verlopen. En op de eerste plaats, Mike en Dre.